Spel rond een nieuw te vormen kabinet is losgebarsten. En er bestaat een kans dat de nieuwe partij JA21 van Joost Eertmans aan de onderhandelingstafel komt. Na een afsplitsing van Forum voor Democratie is de partij 3 maanden uit de grond gestampt. JA21 wil een fatsoenlijk rechts geluid brengen. En die boodschap is ook beloond door de kiezer met 3 zetels. Wij staan nu niet alleen in de provincies, in Europa hebben mensen zitten in de volksvertegenwoordiger, maar ook in de Tweede Kamer. Eerste Kamer, er zit een brug tussen, dus daar wordt al naar gekeken. We gaan het gewoon zien, maar we hebben nu echt een flinke voet tussen de deur in de Tweede Kamer. Naast al die andere plekken waar we zitten. Dus JA21 gaat groeien. Ik zag u gisteren taart eten buiten. Is er inmiddels al een eigen fractieruimte? Nou, dat was Bram Krikken, die kwam met taart aanzetten op het plein. Wij hebben geen fractie, we hadden nog geen fractiekamer. Nee. Die hebben we nu eigenlijk nog niet, we hebben een hok. Of een hok, mooie kamer gekregen om ons laptop. Ik wou zeggen, dat voelt als een bezemkastje. Ja, dat deed me weer aan vroeger denken. Toen werden we ook met z'n 26 en werden we toen in een zaaltje gestopt. Daar hebben we maanden gezeten, in mijn herinnering. Toen voor de LPF. Toen bij de LPF. Ja. Nu zijn we met wat minder mensen. Maar dan word je gelukkig wel direct wordt onderdak gegeven. Je hoeft niet te leuren. Maar het was gewoon binnenkomen en meteen aan de tafel. Dus we gingen naar alle andere lijsttrekkers luisteren met de boodschap van Rutte. Wie die ging aanwijzen voor de verkenning. Maar het was een heel bijzonder dag. We stonden inderdaad behoorlijk te juichen, want we hebben het gewoon geflikt. Zo voelden wij het. We zijn vanuit het niets. We hadden echt helemaal niets, hè, 3 maanden geleden. We hadden ook geen geld. We hadden alleen maar een paar hele goede mensen die dachten, we moeten dit gaan doen. En van het een zijn we in het ander gerold en is het gelukt om uiteindelijk 3 zetels binnen te krijgen. Oh, een goede score natuurlijk, maar wie weet dus zo ook aan die onderhandelingstafel. Ja. U zei net al even, er is geflirt. Door wie, hoe ging dat? Vertel. Nou, Rutte flirt altijd en met iedereen, geloof ik. Dat weten we, dus het is gewoon de allemansvriend. Maar het is wel heel prima en je hebt gewoon een warme ontvangst. Hoe dan? Dus heeft u gebeld? Dat is meer op de achtergrond, wordt er wel gekeken naar die 8 zetels die wij hebben in de Eerste Kamer. Hè. Dus dat is natuurlijk, wij zijn de ene grootste partij daar. En je moet wetten door die Eerste en Tweede Kamer gaan regelen. Dus de coalitie kijkt ook naar ons. Kijk, wat ik mis in die hele analyse is dat er nog steeds wel een variant mogelijk is met VVD, CDA, D66 en JA21. Dan ben je misschien net niet of net wel, dan zou je nog de SGP. Nu Rutte heeft gezegd, we gaan sowieso met D60. Hè, het wordt een soort twee verkenners zijn, de Ollongren en Annemarie Jortsma. Geeft mij wel te denken, want dan gaat hij zich dus nu al helemaal... Eigenlijk, maar goed, in die optie die u net noemt, zit daar... Daar zitten ze ook bij, maar toen dacht ik wel, als ze zo gaan verkennen, dan zal D60 meteen waarschijnlijk, dat hoorde ik ook al terug, van die hebben wel moeite om een JA21 erbij te krijgen, want dat is voor hen dan weer, gaat het andere kant op. Ja. Dus dan we zullen het wel meemaken. Ik ben benieuwd, Carla, zou dit dan nog een optie zijn, hè? Dus dat JA21 erbij komt, CDA, VVD en D66? Of is daar te veel weerstand voor bij deze? Dat is even wennen, denk ik, voor iedereen, want zoals Joost Eertmans net zegt, het is een hele jonge partij. Maar wat is er dan mis met fatsoenlijk rechts, zou je denken. Maar D66 heeft natuurlijk toch altijd wel een beetje laten blijken van... wij moeten een linkse partij erbij hebben. Dus ik acht het niet heel realistisch. Tenzij Eertmans en de zijnen een goede... gaan vluchten met D66. Heeft u dan al geflirt met Sigrid Kaag? Is dat we hebben vier jaar lang heb ik geflirt met D66. Want we zaten ermee in 1 coalitie in Rotterdam. Met het CDA. En wij waren wel de grootste als Leefbaar Rotterdam. Dus dat scheelt, denk ik. Ze moesten meer bij ons aanschuiven dan nu wij bij hen. Want zij zijn natuurlijk nu heel groot geworden. Maar natuurlijk is er wat mogelijk. En we hebben zelfs wel raakvlakken. Alleen op het gebied van klimaat, migratie, Europa... sta je behoorlijk ver uit elkaar. Mijlen ver uit elkaar. Nee, maar dat klopt. En nu, kijk, dan zou je weer van Rutte verlangen... dat die zegt, ho, Sigrid, er moet ook even naar andere kiezers geluisterd worden. We moeten misschien dingen bijstellen. Ja. En als JA21 erbij komt en we hebben die 8 zetels in de Eerste Kamer... dan moeten we gaan schuiven. Ja, precies. En 3 bij de Tweede Kamer. Maar waar zou u dan zelf water bij de wijn willen doen? Want dat is natuurlijk hoe dat gaat in een coalitie. Nou, en migratie, klimaat, u noemt het al even. Ja, daar zijn jullie op een heel ander standpunt dan D66. Nou, daar moet wat veranderen. Kijk, en ik heb altijd de indruk bij onderhandelingen... je mag alles met elkaar bediscussiëren, behalve bij de linkspartij klimaat. Dat staat boven alles. Dat moet gewoon doordenderen. En EU en migratie moet je het ook niet over hebben. Want dat staat allemaal vast in de sterren geschreven voor links. Terwijl ik denk, ook daar moet je gewoon een open gesprek over kunnen hebben. Dus zou u dus wel wat willen prijsgeven? Natuurlijk, migratie is voor ons cruciaal. Dat wordt aangegeven. Ik vind het trouwens heel veel achterbannen van heel veel linkse partijen ook. Hè, dat het toenemende migratie, dat er aan banden moet worden gelegd. Ja, dat zijn allemaal van die containerbegrippen. Maar waar heb je het dan precies over? Hè? Daar zou je het gewoon over moeten hebben. Want dat is ook wat migratie, EU, containerbegrip. Maar je moet luisteren naar wat de kiezer heeft gezegd. En er is natuurlijk een hele grote groep die op rechts heeft gestemd. En we hebben een traditie in Nederland dat je rekening houdt met minderheden.
En dat geldt dus niet alleen voor etnische minderheden of dergelijke, maar ook voor mensen die het ongenoegen beleven tegenover Den Haag. Tim, hoe sta jij daar eigenlijk in? Als je dit ook zo hoort, nou, zo'n nieuwkomer als Ja 21... moet daar dan die ruimte voor komen om zelfs dan mee te regeren? Ja, ik zit niet zo heel erg in de politiek. Ik moet zeggen, ik volg natuurlijk alles wat de er nu allemaal gebeurt. Niet, hè? Nee. Ja, ik zit vooral op sportief vlak natuurlijk. Maar ja, wat ik hoor is dat er veel dingen gaande zijn. En de geluiden, zoals Joost dat ook aangeeft... ja, ik vind dat wel mooi om te horen eigenlijk. Maar ja, als je mijlenver aan elkaar staat, ja, begin met flirten, zou ik zeggen. En toch heel even, want u zei even, ja, dat flirten is dus al begonnen vanuit Rutte, zegt u. Heeft hij dan gebeld met u, een appje gestuurd? Dat doet hij, hij appt of een sms. Wat zegt hij dan? Gaaf, gefeliciteerd, mooi, of zo, weet je, het is gewoon prettig. Het is wel een plezierige vent, dat is het ook. En het enige is, waar kom je mee verder? Daar gaat het om natuurlijk. Hè? Ja, nou ja, dus, we gaan er zo nog over verder praten.